ik vind dat het goed is voor dit programma dat er af en toe een vrouw aanschuift. Ja. Maar ik weet niet of je net de aankondiging van Johan hebt gehoord. Die heb ik wel gehoord, ja. Toen dacht ik wel even in de kleedkamer, oh god, waar gaat dit naartoe? Onbetrouwbaar loeder, zegt hij over Eva Jinek. Dat vind ik dan wel weer... Maar moet ik het even uitleggen? Nou ja, je bent er nu toch, dus laten we laten we maar gelijk gaan doen. Kijk, er was een redactielid van ons, die was aanwezig samen met Eus bij de laatste uitzending van Jinek. Mm-hmm. Dat was op vrijdagavond. Ja. En toen was ook haar laatste uitzending volgens mij van het seizoen, toch, op dat moment. Ja. Ja, en toen waren wij net gestopt. En Jinek die gooit toch altijd na de uitzendingen wat pils in de binnen. En die is op toneel gesprongen, is er gaan staan te dansen en schreeuwen in de microfoon van... wij hebben dat vandaag in Saai toch maar mooi van de buis gekregen. Dat soort kreten. En dan denk ik, ja, dan ben je toch een eng mens als je zoiets doet. Maar dat is daadwerkelijk gebeurd dit? Dat is daadwerkelijk gebeurd, ja. Uit de eerste hand. Twee getuigen die erbij geweest zijn. En misschien had ze die over het hoofd gezien. Hmm. Maar dan denk ik, joh, maak jij je nou zorgen over je kijkcijfers, maar niet over ons. Nee. Wat vind je daarvan als je dit hoort, Leonie? Ja, ik vind het. Ik ben heel erg dol op Eva Jinek. Dus ook privé. Oh, jullie kennen elkaar goed? Ja, zeker. En er is voor mij, ik bedoel, ik kan met weinig mensen zo hard lachen als met Eva. Mm-hmm. En ik vind ook wel dat ze heel erg hard wordt aangepakt. Dat ze ook heel erg zou gepleit hebben dat VI van de buis moest, of dat de sponsoren zich moesten terugtrekken. Mm-hmm. Maar als je gewoon terugkijkt naar die uitzending, dan zit zij daar als talkshow host. En dan oppert zij de vraag van wat vinden jullie, zouden de sponsoren zich moeten terugtrekken? Nou, dat vind ik hetzelfde ongeveer, hoor. Dat is heel erg vals als je dat doet, ja. Het kan toch de tendens zijn van het moment? Nou, sterker nog, er zijn wat slechteriken in dit land die dat ogenblikkelijk aangrijpen om dat te roepen, ja. Om je een oor aan te naaien. Maar ik vind het niet dat Eva dan zegt dat zo moet. Weet je, jawel, dat... maar het poneren, dat is eigenlijk erom vragen, ja. Vind je dat ook, Wilfred? Want jij poneert ook veel, bedoel, natuurlijk. Kijk, het is natuurlijk wel zo. Ja, ik poneer natuurlijk ook. En de essentie van ons programma is, en je hebt het zelf gezegd, Tuin Uilenspiegel, we maken het er zelf natuurlijk ook naar. Dat mensen ons niet aardig vinden. Nee, tuurlijk, mensen... we hoeven ons niet aardig te vinden, maar niet dit soort grappen achter je rug. Kijk, ik ben heel vaak bij haar geweest. Ik vind het er prima bij voor. En inderdaad kun je ermee lachen en zo. Maar ze is ook goed. Dan verwacht ik niet dat ze dit soort rare kreten slaakt. Buiten de uitzending om. Dat ze blij is dat de concurrentie geliquideerd is. Ja, wanhoop. Ja, kijk, ik... Het is wanhoop. Ik was er niet, oké. Kijk, ik weet zeker, als zij nog 2 weken door had gegaan, had ze onder de 500.000 gekukeld. En dat is voor iemand die zich dan voordoet als een ontzettende grote talkshow-host, is dat natuurlijk een vernedering. Hoe je het ook went of keert. Ja, maar kijk, ze kan iets geroepen hebben op een podium, en nu wordt er aan tafel hier vanuit gegaan dat het ook echt waar is, en dat zij nu heeft staan dansen op jullie graf. Omdat is echt waar. Twee mensen hier waar jij net mee stond te praten, dat was een van de twee getuigen. En die hebben dat bevestigd. En als iets gewoon als een grap bedoeld kan zijn, gewoon... Dat zeg ik ook altijd dat ik wat verkeerd zeg. Ja. Dat was een grap. Ja, nee, precies. Jij weet ik heb nog hele leuke grappen van 5 jaar. Pak niet altijd goed uit, kan ik erbij zeggen. Nee, snap je? Dus ja, om iemand dan meteen weg te zetten als een soort loeder, ja, dat vind ik wel... Nou, ik vind dit een hele slechte streek. Ja, oké. Okay. Maar ja, goed, het is jouw vriendin. En ik begrijp best dat bij jou raar binnenkomt. Maar wij ervaren dat anders. Nou, kijk, laat ik het zo stellen. Ik heb in die uitzendingen nadat wij eraf zijn gegaan, ook bij BNR, allemaal mensen meegemaakt die heel erg boos op mij werden. En die ook echt tekeer gingen. Wim Daniels en Martijn Koning enzovoort. Maar we hebben natuurlijk veel mensen die niet zo blij met ons zijn. En dat, ja, dat kan ik me ook wel weer voorstellen. Ja, maar we hebben ook redelijk veel kijkers. En daar is de concurrentie niet blij mee. En die moeten dan niet dit soort dingen doen.